took my blue suede shoes down to Oldsmobile. Got them running with the rhythm, run them over and the hill. Put your hat and clothes on, cause tonight we're gonna really rock and ride. Yeah, get it, put your hat and clothes on, cause tonight we're gonna really pop and ride. Well, I slicked up myself till I looked like this. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Muziek Lokaal. Het programma waarin je kunt kennismaken met allerlei regionale artiesten. Vandaag hebben we in de trouwzaal van het oude gemeentehuis van Gramsbergen een band te gast uit Schuinersloot, Teppetune. Joop, fijn dat je er bent. Hartelijk welkom. Wat is precies jouw rol in Teppetune? Ja, ik rammel wat op de gitaar en ik draag de teksten voor een beetje van... Dus ik zing. Ja, hoe, vertel eens iets over Teppetune, hoe is het ontstaan? Nou, het kwam eigenlijk een beetje, ik was bezig met een ander project en dat was mijn jongen die contrabassist, die was er ook zijdelings bij betrokken. En ja. Nou, daar kwam ik dus achter dat hij die contrabas had. Ja. Toen zei ik van, nou, daar moeten we wat mee doen. Ja. En nou, dat is toen ook gebeurd eigenlijk. En op een gegeven moment... We hebben eens even wat samen gepengeld en nou, dat klikte wel. En nou, zo zijn we een beetje wat gaan oefenen met wat nummers. En op een gegeven moment toen was er iemand die drumde, die zei van ik wil erbij komen voor het slagwerk. Ja. Drummen. Ja. En nou, het waren met z'n drie. Hoe lang bestaat de band? 16 jaar. 16 jaar? Ja. Maar hoe vaak worden jullie ongeveer geboekt per jaar? Nou, we zijn regelmatig op pad.
Ik denk dat we wel... Is dat echt bruiloften, feestjes, partijen? Ja, niet bruiloften. We zijn geen bruiloftsband. Okay. Maar we worden wel gevraagd hoor, op feestjes. Ook wel voor huwelijks, voor jubilea en ook wel voor, ja, voor mensen die een bepaalde leven. Allerlei soorten feestjes. Ja. Allerlei soorten feestjes, personeelsfeesten, sportkantines ook wel. En dat soort dingen. Ook gewoon in de kroeg en ja, mode treffen. Ze eigenlijk net wat zijn van alles. Ja. En jullie hebben een Facebookpagina, staat op Rockabilly Swing Blues spelen. Wat houdt het precies in? Ja, iemand die noemde een keer die term. Wij spelen niet alleen rock and roll, rockabilly, country of blues. Het is een beetje een mengelmoes, mix eigenlijk van allerlei Amerikanen. Ja. En nou ja, goed, dat noemen we een beetje rockabilly, swing blues, iemand noemde dat. En het is, ja, de blues die wij spelen is niet echt van die, alleen van die treurige blues, maar het is wel een beetje waar je een beetje met de voetjes mee tikt, een beetje met de kopjes. Een beetje gezellig. Ja, dat. En het repertoire is dus echt veelzijdig, zeg je. Dus het is, het is flink hard rock. Het is wel een beetje de, ja, roots rock, een beetje, ja, wat ik zeg, een beetje country, blues, rock and roll, rockabilly, ja, ja, dat genre een beetje. Moet je zien, een beetje echt de roots Amerikaanse muziek. En wat is nou het verschil tussen rockabilly en rock and roll? Ja, rockabilly is eigenlijk een onderdeel binnen een rock and roll. Het is eigenlijk rockabilly komt voor mij een beetje van ja, mix dus weer tussen rock and roll en hillbilly. Ja. Dus weer net iets ander ritme. Ja. Ja, en het is eigenlijk een stroming weer binnen de rock and roll. Dus ja, het is ja. Rockabilly. Het is net even iets anders. De rock and roll is maar meer recht aan recht. Zoals Chuck Berry en dat is echt rock and roll. Ja. En Gene Vincent, Eddie Cochran, zo, dat was echt meer rockabilly. Ja. We gaan nu eerst wat luisteren naar mooie muziek. Riding on the air.
Zo, dat was zingen geblazen met jullie. Gezellige muziek. Ja, want is er ook een speciale band die jullie beïnvloeden? Ja, binnen het genre wat wij spelen zijn meerdere artiesten en bands waar wij onze inspiratie van vandaan halen. Dus, ja. Waar moet ik dan aan denken? Binnen rock and roll denk ik dat je dan kunt zeggen... Eddie Cochran, van Eddie Cochran tot aan Brian Setzer en de Reverend Horton Heat. Yeah. Paladins, binnen de blues van Elmore James en T-Bone Walker tot aan Stevie Ray Vaughan. En binnen de country van Hank Williams en Johnny Cash tot aan John Fogerty of Steve Earle en dat soort muziek. Want hoeveel tijd besteden jullie eigenlijk aan muziek? Ik neem maar dat je ook nog fulltime een baan hebt, dus... Ja, het is hobby. Ja, het is hobby. Maar het is echt in de avonturen, wanneer het... Ja, ik bedoel, meestal hebben we wel een oefenavond, dat we zeggen van, nou, dan komen we bij elkaar. Maar soms als we net in het weekend gespeeld hebben, slaan we ook wel een keer over. Ja. Maar over het algemeen is het gewoon, ach, dan komen we een keer in de week, komen we een keer bij elkaar en dan is het een bakje koffie drinken. Ja. En, hebben jullie een vaste avond dat jullie... Een plakje erbij en dan spelen we nog wat, dat we wat nieuws proberen of weet ik wat. Televisie vaak toch niks op, behalve Omroep Noordstand. Ja. De rest, nee. Leuk. Ja, hoe vaak per maand treden jullie ongeveer op? Dat wisselt? Ja, nee, dat wisselt. We zijn twee keer per maand, dan houdt dat maar aan. Ja. Ja. Maar ik ben toch even nieuwsgierig, want hoe komen ze eigenlijk bij jullie terecht? Jullie hebben wel... We hebben geen boekingsbureau, zo te gaan eigenlijk, ja, het gaat allemaal van mond tot mond reclame. We denken dat ook, nou, het zal een keer gebeurd wezen, maar tot nu toe gaat het eigenlijk nog steeds... Ja, we zijn ooit een keer ergens begonnen bij ons in het dorp in de kroeg. Ja. En toen is het eigenlijk van het ene... Als een lopend vuurtje is dat... Ja, ik wil ook een keer bij ons komen, een keer bij ons. En van, hey, zo gaat dat. Ja. Dus, en dan kunnen we wel eens makkelijk, een boekingsbureau, kan je ook zelf zeggen van nou, kunnen we wel of doen we niet. Kunnen we niet. Wat zijn jullie ambities voor de komende jaren? Jullie hebben 16 jaar bestaan jullie al? Geen ambities. Geen ambities? Nee, we hebben geen ambities. Geen enkele pretentie of wat dan ook. Dus het is puur, ik zeg, het is hobby. En zo willen we het ook houden. We besluiten deze aflevering nog met een paar nummers van Tappertune. En Joop, welke nummers ga je voor ons spelen? Het famous, voor mij Red on Mama van Ronnie Dawson en 20 Fly Rock van Eddie Cochran. Nou, heel succes. Ja. Ben benieuwd. Oké. Okay. Dankjewel. Bedankt. Succes. Ja, dankjewel. Bye. Bye. I had a little girl in New Orleans. She had a bigger sweet eye. I've never seen.
Get too tired, I'm too tired.
was het alweer voor deze week. Bedankt voor het kijken naar Muzieklokaal vanuit het oude gemeentehuis in Gamsbergen. Deze week stond Tappetune bij ons in de schijnwerpers en volgende week hebben we weer een interessante artiest van u uit de regio. We hopen u dan weer te ontmoeten. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.